Een golf aan blessures bij Willem II, maar voor de spitspositie heeft Ton Lokhoff een luxe probleem. Geert den Oude scoorde al 7 keer. Supersop Johan Voskamp maakte er al 4. De laatstgenoemde staat vanavond voor het eerst in de basis. Den Oude zit dus op de bank. Korf. Voskamp, Korf doorgelopen. Prima aanname van Tjeerd Korf. Eerste mogelijkheid wellicht voor Excelsior. Nog altijd Korf, handig gedribbeld. Korf gaat maar eens uithalen. Prima actie van Korf. Derde minuut, de eerste grote kans van de wedstrijd is voor Excelsior. Ruimte bij Delano Hill. Captain weer terug bij Willem II. Richting De Moerje, prima bal van Delano Hill. En het terugleggen is ook uitstekend. Goeie kans voor Boutahar. Prima werk van De Moerje. Die ziet dat de Boutahar er een stuk beter voor staat. Het schot van Boutahar mist wat kracht. Oh, De Moerje, als Graafland heel veel tijd nodig heeft. De Moerje die bal nog kan binnenhouden. Goed werk van de spits van Willem II. En wellicht levert dat wat op. Wat heet? De bal gaat op de lat en dan Poupon met de rebound. En Willem II een voorsprong. Door dat prutswerk van Excelsior-doelman Graafland. Graafland treuzelt, wacht. De Moesje is scherp, die is net weer terug in de basis. Die wil wel. Die jaagt dan door en kan de bal ook nog binnenhouden in het vervolg. Eerst deze poging van Mesoudi. Dat schot raakt nog de lat. En Poupon is dan veel attenter dan Piqué, die staat te snurken. En zo leidt Willem II met 1-0. Slappe start van zijn elftal, 1-0 achterstand. Dat is toch onbegrijpelijk? Want voor Excelsior is dit ook een cruciale wedstrijd. Bij een verlies komt Willem II langs zij. Boutahar, Poupon. Bal gaat soepel rond bij Willem II, want de voetballen kunnen ze allemaal. Poupon zet door en dat levert Willem II een hoekschop op, dacht ik toch? Arbitrage ziet het anders. Een stam raakt geblesseerd en heeft veel pijn. Wat gebeurt daar? De sliding van Poupon is toch op het oog keurig. Het lijkt erop dat Stam met zijn voeten onder het lichaam van Poupon blijft hangen. Door blessures geplaagde Excelsior dreigt nu opnieuw een speler weg te zien vallen. Kijk maar naar het gebaar van Stam. Karkbo. Ingespeeld op De Moerje. We kunnen de middenvelders bijsluiten. Dat doet Mesoudi. Actie van Mesoudi is goed. En het schot ook. Prima aanvalsopzet van Willem II. Met De Moerje als aanspeelpunt. En Mesoudi daarvan kan profiteren. Stam kan niet verder na het duel met Poupon. Zijn vervanger is de jonge Daan Bovenberg. Centrale verdediger uit de beloftes van Excelsior. Maar voor Bovenberg is het zijn debuut in de Eredivisie. En nu ruimte voor Pardo. En Cor vraagt om de bal. Van Guldener op het randje. Dan wacht Pardo dan lang met die steekpaas. Nog altijd Pardo. Schot met links. Aerts heeft daar nog problemen mee. Piqué. Onmogelijke bal voor Voskamp. Die tot nu toe geen leuke avond heeft. De vervanger van Geert den Oude. Boutahar. Meegeven aan Van der Struik. Voorzet van Van der Struik. De Moesje vrij. Het is 2-0. Wat een mooie goal van Willem II. Mooi door zijn eenvoud. Opkomende linksback. Prima voorzet bij de eerste paal. En de spits die onberispelijk binnenknikt. Het is volkomen verdiend. Omdat Willem II vanaf de allereerste minuten heel fanatiek aan deze wedstrijd is begonnen. Excelsior laat het zich allemaal overkomen. Staat erbij. Kijkt ernaar. Voert niet veel uit. Spitsen die veel ruimte krijgen. Dat is nu niet anders. En De Moerje weet daar wel raad mee. 2-0. Volkomen verdiend. Nieuws uit de catacombes ondertussen is dat Koen Stam zijn enkelband heeft gescheurd. Dat kan er ook nog wel bij. Nog altijd Willem II met Boutahar. De Moerje. Mesoudi sluit bij. Schot van afstand van Mesoudi. Niet onaardig. Nou, het in Nederland aangekondigde noodweer heeft in ieder geval Tilburg ook bereikt. De tweede helft zal zich onder zeer herfstachtige omstandigheden gaan afspelen. Bobsen. Bobsen met Bandjar. Bobsen binnendoor, dan buitenom. Dan opgevangen door Bandjar. Vrije trap Willem II.
vroeg in de tweede helft. Vrije trap van Mensoudi. Hard indraaien. Karkbal helemaal vrij in Graafland met de redding. De mogelijkheid al vroeg voor Willem II om de wedstrijd te beslissen. Snelle combinatie van Willem II. Van der Struik voor de zoveelste keer mee opkomend aan de linkerkant. Mensoudi. Binnendoor naar Boutahar. Boutahar, mooie schuimbeweging van Boutahar. Vrije lichaamsbeweging van de middenvelder van Willem II. Het schot miste volgens kracht. En binnen 5 minuten alweer 2 mogelijkheden voor de Tilburgers. Poepon. Wordt meegegeven op Mensoudi door Poepon. Willem II heeft 5-6 mensen mee. Balletje binnendoor op Rijdel. Poepon. En nu de rebound voor Boutahar. Die kan het beslissen. En dan stuit hij op Graafland. Nog altijd Boutahar. En dan alsnog 3-0. Omdat hij gewoon het doorzettingsvermogen toont. Zoals Willem II dat eigenlijk al de hele avond doet. En Excelsior, juist op dat gebied, laat afweten. Snelle counter van Willem II. Kijk eens hoeveel mensen ze mee hebben. Het zijn er een stuk of 6. Poepon schiet op de vuisten van Graafland. Boutahar heeft dan een aantal pogingen nodig. Maar uiteindelijk op doorzettingsvermogen dus schiet hij Willem II in veilige haven. Want het lijkt er niet op dat Excelsior nog van 3-0 kan terugkomen. Dan moet het gezegd. Dat deden ze wel al deze competitie in Kerkrade tegen Roda. Toen werd het nog 3-3. Maar zoals vanavond voetballen lijkt die stunt toch ver weg. Wordt er geen stroopbreedte in de weg gelegd. De middenvelders van Willem II. En dan een hele gemene overtreding van Guido Velasco. Pure frustratie. En het is direct rood. En kan men de beslissing van Jol wel voorstellen. Want de bal was bij lange na niet meer in de buurt. Op het moment dat hij de tackle inzet, lijkt hij zich nog wel iets te bedenken, Guido Velasco. Hij haalt niet vol door. Maar het leed is dan al wel geschiet. De Moesje. Mensoudi. Mensoudi ziet Graafland voor zijn doel staan. Dat was een geweldige goal geweest. Mik net te hoog. Mohamed Mensoudi. Een van de uitblinkers bij Willem II. Den Oude. Loopt zich vast. Boutahar meegeven aan De Moesje. De Moesje en Bovenberg. De overtreding van Bovenberg. En een strafschop voor Willem II. Sneu voor de debutant. Die zich tot nu toe heel aardig staande houdt. Maar ja, aan alle kanten vliegen de aanvallers voorbij van Willem II. De hele avond al. En nu begaat hij de overtreding in het strafschopgebied. En is de penalty voor de Tilburgers. Er zijn moeilijkere momenten om een penalty te nemen dan bij een 3-0 voorsprong in eigen stadion tegen 10 man. Van der Struik faalt niet en schiet Willem II naar 4-0. Zeldzame wilde voor de elftal dat in de competitie tot nu toe pas 6 keer scoorde. Het staat nu een klein kwartier voor tijd op 4-0 tegen Excelsior. Feilloze penalty van Frank van der Struik. Bobsen. Bobsen met Bandjar. Nog altijd Kevin Bobsen. Boutahar, wat een ruimte voor Boutahar. Nou, de redding van Graafland. Excelsior moet oppassen dat het niet een hele hoge score wordt. De restant van deze wedstrijd. Boutahar zelf met de hoekschop. Richting De Moesje, die kopte en die zorgt voor de 5-0. Excelsior gaat een geweldige afstraffing tegemoet. Want na het wegsturen van Guido Velasco is het helemaal simpel geworden voor Willem II. Dat bij 11 tegen 11 al veel en veel sterker was dan Excelsior. En veel hebben ze niet te vieren gehad, deze competitie. Dus doen ze het vanavond maar allemaal in één keer. Prima kopstoot, boven iedereen uit. 5-0. Nieuwendaal, plots met de ruimte. Nieuwendaal kan zo doorlopen. Kan breed leggen op Bobsen. Nou, die dan niet. Poupon wel met 6-0. Symbolisch voor de manier waarop Excelsior vanavond verdedigt. Daar klopt helemaal niets van. Poupon profiteert en schiet zijn tweede van de avond binnen. En zo heeft Willem II vanavond net zo vaak gescoord als tot nu toe in de competitie. In beide gevallen 6 keer. Balbezit voor Alesic. Als er 90 minuten erop zitten en Jol het prima vindt, geen extra tijd. De beste wedstrijd van Willem II. De zwakste wedstrijd verreweg van Excelsior. Excelsior niet alleen zwak speelde, maar zich bovendien zeer slap verdedigde ten opzichte van Willem II. En Excelsior raakte ook nog 2 spelers kwijt. Voor Tilburg was het een hele mooie avond. De Moesje was weer terug. Hij de uitblinker met 2 goals. Makkelijke zegen voor Willem II. 6-0 tegen Excelsior.